Like Challenge. Like sneller dan dat Siri uit de telefoon komt. Siri? Hallo, ben je daar? Oh, oké. Telefoons. Je hebt ze in alle soorten en maten. Maar er zijn gekke telefoons. Hele gekke telefoons. Uit de toekomst. Let's go. Als allereerst hebben we deze telefoon. Die kan buigen. Het is een flexibele telefoon. Kan die de handstand? Ik denk het. Op zich is dit best wel handig. Alleen heb ik geen idee wanneer je het zou gebruiken. Het is niet dat je met iemand belt en dat je denkt... Hey, ik wil mijn telefoon nu meer opvouwen. Of tenminste, misschien wel. Ik bedoel, als het kan, misschien maak je er dan gebruik van. En je zou een selfie kunnen maken met de achteruitcamera. Als in, je draait je telefoon en het werkt. Oh my gosh, wat is dit? Dit is een telefoon met een keyboard. Op zich is dat best handig. Want mensen die het fijn vinden om een toetsenbord te gebruiken... zijn misschien wat minder goed met het touch-toetsenbord. Voor hen is dit fantastisch. Ik denk dat deze telefoon niet bestaat. Wow! Dit is een telefoon waarbij Siri een daadwerkelijk persoon is. En uit je telefoon stapt... om vragen te beantwoorden. En misschien om een patatje met je mee te eten. En mag ik dat dan ook? Nee, Bob, want jij beantwoordt mijn vragen niet. Echt wel? Stel maar een vraag. Oké, wat is mijn lievelingskleur? Taco! Nee, maar serieus. Hoe episch zou dat zijn? Dat je gewoon iets vraagt aan Siri. En dat ze letterlijk uit je telefoon komt. Om je het antwoord te geven. Ja, het is creepy en waarschijnlijk kun je nooit meer slapen. Wow! Dit is een telefoon die letterlijk voor 3/4 van glas is. Je kunt er gewoon doorheen kijken. Oké, ik weet niet of dit soort telefoons al bestaan. Ik weet wel dat de telefoons van tegenwoordig steeds sneller kapot gaan. Oh nee, mijn telefoon is kapot. Dat bedoel ik. Maar dit ziet er best wel episch uit. Wow. Oké, ik weet niet wat voor soort iPhone dit is. Het lijkt een beetje op een wasrek. Wow, dat is handig. Een iPhone waarmee je niet alleen kan bellen, maar ook nog eens je was kan laten drogen. Ja, waarschijnlijk is die veel te duur. Ik denk niet dat dit bestaat. Misschien is het wel gewoon een normale iPhone met een speciaal telefoonhoesje. Het ziet eruit als iets wat je kunt opvouwen. Wow. We zagen net een telefoon die bijna van glas was, maar deze is volledig van glas. Again, ik kan me niet voorstellen dat deze soort telefoons al bestaan. Maar het zou me niets verbazen als het daar naartoe gaat. Hé, waar bel jij mee? Een iPhone. Hé, waar bel jij mee? Nokia. En jij op, jij? Een raam. Glas. Ik denk dat het heel snel kapot gaat, dus een goed hoesje is aan te raden. Wow. Oké, deze telefoon heeft het toetsenbord aan de achterkant zitten, waardoor je de onderkant dus eigenlijk moet buigen. En dit zijn sowieso de raarste, de meest bizarre telefoons ever. Like, ik heb nog nooit zo'n soort telefoon gezien. Wow, oké. Dit ziet eruit als een robottelefoon. Ja, wat? Terminator moet ook bereikbaar zijn. Thuis zijn voor het avondeten. Wat zou een robotavond eten? iPhone hoesjes. Oh. Ik heb geen idee wat voor soort telefoon het is. Het ziet er zeg maar heel oud uit. Echt zo'n blok telefoon, maar ook weer heel futuristic wegens het strakke design. Oh my gosh, de allerkleinste smartphone ter wereld. Ik moet zeggen, dat is best nice. Je kan letterlijk op je telefoon zitten zonder dat mensen dat doorhebben. Normaal als je op je telefoon zit, dan stijgt die boven je hand uit. In ieder geval een stukje. Maar deze past gewoon in je handpalm. Niemand heeft het door. Wat best raar is, want mensen denken dan dat je op je hand aan het tikken bent omdat je dat leuk vindt. Wow, ik heb geen idee wat dit is. Er staat letterlijk alleen maar foto's. Het ziet eruit als een telefoon. Alleen lijkt dit ook weer op een hele oude telefoon of zo. Echt zo'n klein afstandsbedieningje. Wow, de allerlangste smartphone ter wereld. Ha! Hey, dat is wel naar. Ik denk letterlijk dat als je deze in je broekzak wil doen, dat hij er alsnog voor de helft bovenuit komt. Dan zou je hem beter als riem kunnen gebruiken. Dit is de meest vouwbare telefoon ter wereld. Hij is echt iets van een halve meter lang en je kunt er gewoon blijven doorvouwen. Oprollen als een burrito! Ja, ik snap niet waarom mensen dit zouden willen. Het is handig voor transport. Je rolt hem op als een krant. Je doet hem in je broekzak en je neemt hem mee. En je kunt hem letterlijk als een dekentje uitrollen. Wow, over buigbare telefoons gesproken. Dit is een telefoon die je om je pols kunt dragen als een horloge en die je vervolgens kunt uitvouwen tot een telefoon. Een horloge waarmee ik kan bellen. Het is onweerstaanbaar. En er is meer glas. Gaan er dan ook professionele glazenwassers zijn voor telefoons? Oeh, dat wil ik worden! Bob, maar jij sloopt alles. Niet waar? Oeh! Oeps. Wauw. Oh, dit is bizar. Dit ziet er eerder uit als zo'n magische truc. Waarbij er dan iemand in zo'n doos ligt. En dat die dan doormidden wordt gezaagd. Ja, er zitten zeg maar twee mensen in. Tenminste, dat is wat ik altijd heb begrepen. En daar doet dit mij aan denken. Het lijkt alsof dit twee aparte telefoons zijn. Die je op elkaar kunt klikken. Die dan verbinding met elkaar maken. En dan heb je één telefoon. En hier hebben we weer een buigbare telefoon. Ik geloof wel dat er al telefoons zijn die je een soort van kunt buigen. En ja, het is geloof ik best vaak fout gegaan. Wat ik me kan voorstellen. Want als zoiets net geïntroduceerd wordt, dan... You know? Dan mag er ook wel een foutje gemaakt worden. Ik kan me best voorstellen dat het eerste patatje ter wereld ook niet lekker was. De eerste taco ter wereld wel. Hoe weet je dat? Ik vond hem onder de koelkast. Wauw. Oké. Dit is wat je krijgt als je twee bakstenen tegen elkaar aanlijmt. Het ziet er op zich apart uit. Het is ook lastig, denk ik, om te oordelen hoe dit zou zijn. Omdat we denk ik toch wel de telefoons van nu gewend zijn. En ik weet dat er in de tijd van nu ook al best wel aparte telefoons zijn. Maar dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. En niet in het echt dan tenminste. Dit ziet er letterlijk uit als iets waarmee je mensen op een afstand kunt besturen.
mean like, wat is dit? Een afstandsbediening? Een krultang? Microfoon? Een afkijkbriefje voor wiskunde? Wat het ook is, het ziet er gevaarlijk uit. En ik wil het hebben. Wow, dit is niet alleen een telefoon van glas. Dit zijn twee aparte telefoons die één telefoon zijn. Zo verwarrend. Dit zijn echt bizarre smartphones. Ik vraag me ook echt af hoe je dit gebruikt. En again, ik denk dat als je deze op een kussen laat vallen, dat er nog een barst in zit. Wauw, deze telefoon is gebogen. Ik denk dat je hier een leuk potje Twister mee kunt spelen. iPhone, rechter touchscreen op rood. Ja, interessant. Geloof het of niet, maar dit is een telefoon deels gemaakt van papier. Dus je zou letterlijk met iemand kunnen bellen, terwijl je met de andere hand een leuk tekeningetje op je telefoon aan het maken bent. Ik weet niet of dit echt is. Zo ja, dan hoop ik niet dat je hem in de regen gebruikt. Weer een super kleine telefoon. Again, ik kan me voorstellen dat het handig is in sommige omstandigheden. Maar aan de andere kant, typen en bellen. Ik heb echt het idee dat je dan gewoon met elke druk 5 letters tegelijkertijd aandrukt. Wow, dit is nep. Laten we daarmee beginnen. Als in, dit bestaat nog niet voor zover ik weet. Maar dit is hoe een telefoon, een iPhone en een horloge er in één zo uitzien. Dus eigenlijk heb je een iPhone die je op je pols kunt dragen. Ik moet even iemand bellen. Hoi. Ja, het ziet er apart uit, maar hey, alles is wennen. Wow, wat? Schijnbaar is dit een telefoon die echt onmogelijk kapot kan. Super sterk, super krachtig, onbreekbaar. Het lijkt ook wel een beetje op een walkie-talkie. Zou je hiermee met aliens kunnen praten? Oh, vraag dan gelijk of ze een ruimtetakel opsturen. Nee, Bob. Wauw. Oké, dit is echt amazing. Dit is een soort van scroll. Dus je hebt zeg maar twee pilaren. En die vouw je open en dan heb je daar je touchscreen. En dan kun je zo lekker drukken en spelletjes spelen en je tijd verspillen. Ik moest deze er gewoon even bij pakken. Dit is een telefoon hoesje. Maar de achterkant ervan is zo'n soort van touchpad. Dus je kunt letterlijk tekeningetjes maken op je telefoonhoesje. Pretty amazing. Als dan iemand belt die je niet aardig vindt, teken je gewoon een drolletje en dan pas neem je op. Oh, deze is geniaal. Dit is letterlijk een telefoonhoesje van de oudste Nokia ever. Je kent hem wel. De baksteen. Dat ding wat je van 5 gebouwen tegelijkertijd kunt laten vallen terwijl Godzilla de wereld overneemt en alsnog geen krasje heeft. Amazing. Ik moet zeggen, als de smartphones van nu ook zo onverwoestbaar waren, dan zou dat wel chill zijn. Er zijn al veel te veel iPhones gebroken in mijn handen. Wauw. Oké, deze is gewoon handig. Dit is een iPhone-hoesje waar je op een of andere manier je iPhone-oortjes in kan doen. Ja, maar iedereen heeft nu van die AirPods, dus draadjes zijn stom. Ja, nou, je hebt gelijk. Ik heb nog steeds draad. Laat me een persoon zijn. Oh, deze is echt amazing. Een Game Boy als hoesje. Hoe gaaf zou het zijn als die dan ook nog zou werken? Ik denk met de technologie van nu dat ze dat op zich best wel kunnen verwezenlijken. Dat je gewoon letterlijk op je hoesje kunt gamen. Wil je even je hoesje aangeven? Ja, wat dan? Ik wil een spel spelen. Of wat dacht je van deze? Dit is letterlijk een stopcontact. En een telefoonhoesje in één. Het is niet letterlijk een stopcontact. Doorboor de telefoon niet met een stekker. Maar het ziet er wel zo uit. Watermeloen! Leven zonder watermeloen, dat is niet te doen. Ja, dat heb ik net bedacht. Dat is niet per se waar. Dit is waar ik het mee wil afsluiten. We hebben dan misschien wel de meest high-tech telefoontjes gezien die kunnen buigen, springen en taco's kunnen bakken. Hey Bob. Adios. Woe. Maar dit vond ik toch wel de gaafste van allemaal. Ik vind jou ook super.